Oké, ik snap je wanhoop. Maar één ding moet je me echt uitleggen. Er komt een tandenborstel, één tandenborstel, komt aangespoeld. Ja. En jullie zijn zo wanhopig dat jullie allemaal die tandenborstel gebruiken. Ja. Laten we even kijken, dan moet je me straks uitleggen waarom. Je weet niet waar die tandenborstel gebruikt is allemaal. Kijk even. Geen idee van wie het dus is geweest. Het heeft dus misschien weken, maanden in een flesje dobberend is hier aangespoeld. Dit is toch genieten? Dit is toch genieten, jongens? Dit is toch genieten? Peter, dit lijkt me echt iets voor jou. Nou, ik vind dit wel... Ja? Ja, ik vind dit wel spannend. Echt op jezelf teruggeworpen worden en proberen te overleven. Dat spreekt mij wel aan, ja. Dus, kijk, want ik weet dat je Robinson dat spelletje... Maar gewoon, dit zou je wel aan durven kunnen willen. Nou, dit vind ik wel spannend, ja. Maar je weet ook dat hij binnen de kortste keren de sheriff van het eiland... Die wordt de leider, hoor. Maar leg me even uit, hoe kom je zo wanhopig dat je die tandenborstel met z'n allen deelt... en je weet ook niet waar die tandenborstel vandaan komt? Nee, het grappige is... Je bent arts, hè, jij, hè? Ja, klopt. Ja, okay. Ik ben anesthesioloog in opleiding. Mm-hmm. Het grappige is dat als je die tandenborstel vindt... Jij zegt dat je heel wanhopig bent, maar voor ons was dit juist een schat. Want we hadden iets extra's weer. We hadden weer een extra tool. En of daar nou een wc mee is schoongemaakt of weet ik veel wat, Maakt niet uit. Het niet. Maar het feit dat je je tanden kan poetsen, dat je die plak van je tanden kan afhalen... En dat die tandenborsten die doopten we dan in het as van het vuur... wat we op een gegeven moment hadden gemaakt. Mm-hmm. En, ik probeer je te voelen, maar ik voel het echt niet. Maar het is gewoon fijn. Het is namelijk, ook al is het een miniem beetje luxe... het is weer een heel klein beetje luxe. Het is weer net iets meer.